Le match dans le match entre les deux meneurs avec Budzinski. Bonne défense hein, de Spencer. Très bonne défense, les deux points. Pas de réussite malheureusement, en tout cas de la réussite du côté de quand même la 20, quasiment 20 cm en plus que Smith. Et c'est ça que justement que des scouts aimeraient bien pouvoir voir, c'est le voir sur, justement sur des situations. Ça reste à voir quand même, mais il a quand même la 20, quasiment 20 cm en plus que Smith. Et ouais, c'est pas lui qui est déficitaire sur ce laps de temps, c'est vraiment toute l'équipe anversoise qui n'est pour le moment pas bonne. Spencer au poste bas et c'est bien joué, hein, ça aussi, bon côté anversois, Dudzinski, son niveau de jeu. Et Brench qui réattaque l'anneau. Pour Dudzinski. 4 secondes pour prendre le tir. La bonne défense de Spencer. Et c'est bien joué aussi au poste bas hein, du côté de Dudzinski. On voit qu'il a quand même une belle palette de mouvements. Depuis quand même presque 10 minutes maintenant. Beaucoup de shots. On sent qu'il est. Ah, bonne création de Dudzinski. Il force un peu. Magnifique. Ouais, clairement. On est dans le forcing là. Beaucoup trop de shots, etc. Alors qu'on sait que. Qui va jouer. Non, il va chercher Dudzinski. Qui inverse. Et qui va jouer. Non, il va chercher Dudzinski. C'est bien joué, il a avantage de taille, hein, Dudzinski face à Rex Smith, le poste bas. Très bon mouvement. Et al die ervaren Amerikanen die zo goed op elkaar ingespeeld zijn, dat maakt van dit Mons een bijzonder gevaarlijk team en over ervaren Amerikanen. Maar deze keer trekt daar niemand van de referees naartoe. Blijenberg kan Dudzinski. Bam! Dave Dudzinski. Dit zal lekker aangevoeld hebben voor hem en voor... On va voir la défense qu'il va y avoir. Il ne vaut pas, à mon avis, descendre d'intensité. Tout ce qu'on risque d'avoir, c'est un peu plus de réussite des Anversois comme maintenant. Avec plus à la fête hein, dans ce match. Effectivement. L'homme de la saison du côté d'Anvers, pas du tout l'homme de la soirée. Hein. Et Dudzinski, qui lui commence à remplir son job. Qui reprend un peu du poil de la bête. Gibbs qui crée mais qui ne trouve pas de solution si ce n'est l'inévitable Dudzinski et ça rentre encore, c'est son troisième en deux minutes. Ah bon. Alors, Blayenberg, Dudzinski et ça rentre encore pour Lilian. Blayenberg komt zeer hoog om die rebound weg te plukken. Vindt daar Dudzinski meteen. En zo wordt de wedstrijd geopend met een dunk. Knap gedaan. Competitiewedstrijd tegen Charleroi hier thuis. Miste I met een verrekking in de kuit. En toch op tijd speel klaar geraakt. Hier Dudzinski voor 3. Opnieuw die prijs. 8-17, zo is het. Dudzinski komt nu in de post tegen Stith. En gaat aan het werk. Is er voorbij. Draait mooi terug. Ja, knap gedaan. Dave Dudzinski. Heel zijn lichaam onder controle gehouden. Kort, dit keer te ver. Dus de volgende zit erin. Los in het midden dan. Ja, dat is 1 op 7. Die claimt daar de foute Despalier, maar die krijgt hem zelf niet. En Dudzinski met de easy basket. En meteen timer. Die 4 punten. Dudzinski misschien nu met de foul. En ook nog een vrijworp. 3-point play. Dat kunnen ze. Gibbs temporiseren, wachten op het screen van Dudzinski, dan Dudzinski zelf aanleggen en scoren, Dave Dudzinski met een 3-punter, 7 en van het tweede kwart, Despalier, dankjewel zegt Niels de Ridder, daar gaat Gibbs nog eens, neusteun van Dudzinski, 47-40, loopt daar weer, al houdt hij het nu wel even rustig, Dudzinski dreigen en dan toch scoren, Dave Dudzinski. 58-44. Meilleure évaluation liégeoise, deuxième meilleur marqueur, premier meilleur rebounder, troisième meilleur passeur. Compliqué d'être plus présent. Hein. Oui, énorme début de saison, Diarro. Qui a été un premier missilement avec son avantage de vitesse. Blayenberg qui doit shoter d'extrêmement loin en step back, c'est court. Ah, et malheureusement, Dudzinski qui termine. Blayenberg s'en sort bien, ça fait deux fois qu'il fait un airball et deux fois limite qu'il fait un assist. De talent. D'ailleurs, j'y pense, l'année prochaine, ce sera une nouvelle ligue hein, avec les clubs hollandais.
Allez, Van Kanegem au duel. C'est Udinski qui l'emporte. Les réseaux sociaux, et il a vraiment des statistiques en fait constantes à chaque match. Et ça, c'est chouette d'avoir un joueur comme ça dans une équipe. Oui, notamment au niveau du rebond. Hein. Et chaque lancer franc, il y a vraiment un press. Et deux points pour Dudzinski. Gibbs qui va provoquer Durham, Blyenberg, et la passe pour Dudzinski, oui. À 3 points, 54-53, finalement un peu comme dans ce deuxième, alors ça va être chaud. Ah mais c'est pour ça, hein. ça c'est bien, des close games comme ça c'est génial. Dudzinski, il a vu l'espace, 80-78. Bon, et voilà donc. C'est important de ne pas donner de seconde chance à une équipe comme les Giants. Et voilà, ici, ça se paye plus ou moins cash. On le voit ici, ouais, directement. Oui, c'est un des défauts des Carolo qui ont moins de poids. Et toujours ce problème de mismatch avec Blyenberg. Ouais, bien joué. Ça. Ah, et Dudzinski qui ponctue à merveille cette action. Anvers qui se relance, 10-19. Mission. Mais on cherche Alex Liber dans le corner. Son corner. Et là, Dudzinski... Il est bien placé, il est gainé. Ça, il sait faire aussi. Pour un et quand il a le temps, Liber et Runté qui ont vraiment le même profil. Ouh. Voilà, Dudzinski qui a roulé tout le monde dans la farine malgré qu'il avait perdu le ballon. Van den Heide. Ah, voilà, belle passe. Il va finir. Et voilà, et cette fois-ci, Duncan. Voilà, il a retenu. Sinon, la réaction. Tim Lambrecht c'était encore là. Brussels. Blyenberg, makkelijk Dudzinski vinden, draaien en keren en binnenleggen, Dave Dudzinski. Ook hij nu op het scorebord, de afstand. Groot verschil in het field goal percentage tussen de beide teams in het eerste kwart. Koffer, die bal was bedoeld voor Van den Heide, denk ik. Alsnog bij de bal, Dudzinski. Ja, die bal zag je goed vertrekken. Dave Dudzinski, de man het. Die gaan dat ook liever vandaag dan morgen al hebben. Het einde van het seizoen, Dudzinski. Simpel wegdraaien bij Djuricic. Enorme grimas op zijn gezicht. Ziet er niet goed uit. Beweegt ook helemaal. Blyenberg vindt daar opnieuw de open man. Dit keer ditmaal Dudzinski. Ja, en de assist voor Blyenberg. Opnieuw het spel op gang brengen. De eerste keer de pick and roll. Ja, Blyenberg vindt daar Dudzinski. Ja, die punten tellen. Ja. Goaltending van de Lallier. Oh, hij zoekt daar de reverse layup, maar mist hem. En nu opletten. Sterling Gibbs valt meteen aan. En Dudzinski volgt, 4 punten is het nog slechts. En Giants, dus ze kiezen wel goede opties. Hier is Dudzinski en die laat het goed zien. Dat is de meer traditionele. Sterling Gibbs. Dudzinski, dat is eenvoudig en dat is knap, efficiënt. Wedstrijd geraakt, Paul Vervaak. Zakkert ook een beetje op zijn spelers op die manier natuurlijk. Dit is de enige Antwerpenaar die voorlopig echt in de wedstrijd zit. Van den Heide die goed de bal laat gaan hoor. Branch mist, aanvallende rebound Dudzinski. Die maakt zich bijzonder nuttig bij de Giants vandaag, Dave Dudzinski. Zevende. Ja, voor iedereen een beetje, ook voor zichzelf natuurlijk, want hij wil graag richting Korf. Daar is de paas. En de score, goeie paas opnieuw, Frans Blyenberg leest het spelletje bijzonder goed hoor, heel klaar kijken. En weer onder de borden Dudzinski zoeken, weer een assist, weer de score voor Dudzinski, de assist afgewerkt kreeg, maar wel de bal. In Antwerpse rangen kan houden, Dudzinski, en dat is weer een assist voor Blyenberg. En plots staan Sterling Gibbs, Dudzinski, daar staat Kestelot, bommetje, nee,
Maar wel weer, kijk hoe nuttig Dudzinski zich maakt. Paul Vervaak is bijzonder boos natuurlijk dat hij weer... Jawel. Nee, geen score. En nog eens gemist. En Dudzinski in drie keer, denk ik, wel de score. Lijkt allemaal een beetje onorthodox, maar het is wel efficiënt natuurlijk. Dave Dudzinski tegen Clark, die weet dat hij vier fouten heeft en dus neemt hij hem gewoon mee. Slim van Dudzinski. Blijenberg. Ja, kijk. 10 assist. Frans Blijenberg. De eerste 3 minuten. Bij de Giants enkel Gibbs nog maar een overtreding gemaakt. Williams vindt Dudzinski en die maakt de score. Goeie cut van de captain van de Giants. Williams komt verdedigd op Mihailovic. Gibbs nu aan de andere kant. Dudzinski. Goed antwoord van de Giants. Post-up van Dudzinski. Kan geen kant op, maar maakt het wel af. Ja, Maras verdedigen daar in eerste instantie. Mist, Blijenberg met de rebound. En een snelle fast break met Sterling Gibbs. Hang time, mist hem. Dudzinski met de rebound en de second chance points. Marchand had dat inderdaad. Ja, prachtig richting die basket. Dudzinski voor 3, dat kan hij natuurlijk. Voorlopig zijn er nog niet veel gemiste shotpogingen. Onder zijn voeten als hij dat doet. Dudzinski. Met wat geluk. En hier direct een run. Dudzinski tegenover Gille. Ja, ja, mooi. Quick hookshot. Dudzinski. Coach. Dudzinski. Ja, dat is de tweede keer dat hij zijn duel wint. Ja, van, goede post move. Goed voetenwerk. En dan de fout, ja. Ook de ridder die mag blijven staan. Niet echt een aanvallend wapen, laten we zeggen. Maar Dudzinski die kan misschien wel nog wat power inside brengen. En Cage, ouderdomsdeken met zijn 35. Dudzinski, waar gaat hij naartoe? Naar de eerste score, daar gaat hij naartoe. Die bal. Dudzinski met Gibbs. Dudzinski, ja. En zo komen de Giants met schrik vrij in deze openingsseconde. Sterling Gibbs, Dudzinski, yes, Dave Dudzinski. Hij eerste lood aan te spelen en dan maar weer Gibbs. Nog 5 seconden. Er moet nu iets gebeuren. Dudzinski van heel erg ver. Dave Dudzinski met de moe. Blijenberg gaat op zoek naar Donker. Vindt hij ook. Donker. En dat zijn makkelijke punten voor Dave Dudzinski. Goed gezien van Donker. En dan dunkt de captain van. En Blijenberg. Blijenberg. Dat wordt moeilijk. Nog een pas naar Dudzinski. En die maakt hem wel. De verrek van Dave Dudzinski. De vrede bijna voorbij. Maar de ridder vond nog net op tijd Gibbs. Hier aan de bal. Sterling Gibbs. Tussen 3 man. Vindt dan Dudzinski in de corner. En die maakt de 3-punter. Ja, eindelijk zal hij denken. Heeft er wel een paar. Komt. Gibbs vindt Dudzinski. Gaat hij dan weer antwoorden? Ook hij antwoordt. Plots vallen ze als vliegen de scores. Gibbs vindt Dudzinski en zo hebben we de grootste voorsprong van de wedstrijd voor het riepen. Er nemen vooral. Dudzinski, die zit er alvast in. En meteen de time-out van Rotsaard. Ici au Palais 12 ce soir pour les Anversois. Dave Dudzinski qui monte bien, bien joué. Oh là là, c'était ouvert hein, pour lui. Ouais, de catch. Et là. Va.
Oh, inside, Dave Dudzinski. Ouais, vraiment bien joué. Les bras, regarde les bras des joueurs de Brussels. Ils sont tous vers le bas. Il a écarté quelque chose. Oh. C'est trop facile. Oh. Ouais. Ah, il touche l'anneau. Ouais, mais ça va être récupéré ça comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Gibbs là, l'étalage de dribble, le beau landing incroyable, ouais, avec ouais, le captain Dave qui vient pour déposer ce rebond offensif. Ouais. En met leven zuur maken, Dudzinski kwam er even een soort van screen zetten. En dan nu zelfs scoren, Dave Dudzinski met twee handjes aan de ring hangen. 23 seconden nog te spelen in dit derde kwart met Pleijenberg. Die even leek voor het shot te gaan, maar dan koos voor de goede optie. En dat was een. Dat is nog niet echt money time, maar we gaan toch wel die richting uit. Van den Einde, Blijenberg. En achter zijn hoofd binnenleggen, Dudzinski komt er een beetje door na de rust. Sterling Gibbs, balletje laag en dan aanzetten. En dan kijken, Dudzinski. Ja, 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 Dave Dudzinski. Betere tweede helft. De ridder, de rol mag even uit. Wordt een pas. Hij mist hem. Waardoor het een pas wordt naar zijn captain, Dudzinski. Nodig die opstaat, diep gaan maken. Het kan niet allemaal van anderen einde komen. Dudzinski heeft mij gehoord. Er waren geen makkelijke punten. Sterling Gibbs gaat die opstaan in dat vierde kwart. Van den Einde is het voorlopig. Vindt Dudzinski, corner 3. Die zit erin. Goed gedaan van den Einde. Goed het overzicht bewaard. Zag het naar Erger. Dat ziet ook coach Begin. De wedstrijd. Oh, ik verspreek me. Ik moet mij al excuseren. Maar mist nu wel van den Einde. Goed gevolgd door Dudzinski. En van den Einde. Ja, maar. Ze zeiden de Giants hier nog een score kunnen neerzetten. Kan natuurlijk belangrijk zijn. Op het einde van het seizoen. Voor de plaatsen. En dat doen ze ook. Ze scoren eraan. Onder de borden voor de Giants. Ondertussen Dudzinski voor 3. Dat kan hij ook. Dave Dudzinski met de 3-punter ertoe. Matchups op die 4-positie. Daar is weinig aan te doen, denk ik. Als hem daar de bal heeft. Dave Dudzinski, right back at je. Om het. Cam McGriff gebruikt worden, maar ik vermoed dat Cam McGriff zal gespaard worden met zijn 2 fouten. Ondertussen, mooie pass van Sterling Gibbs. Ja, mooi. Trailende Dudzinski en dan geen helpside. En dan opgeven als coach. Ja, het is altijd double teaming. Dat mag niet, dus weer aanval en rebound. Ja, twee nummers 23 tegen elkaar en het was Dudzinski die de bovenhand nam. Nog niks gespeeld, Marchand die voor de steal wil gaan. Dat leidt tot een wide open 3-punter van Dudzinski en ook die gaat binnen. Coach de Vrijne heeft al 2 timeouts gebruikt, Werner. Ik denk dat hij er eigenlijk 5. Screen van Dudzinski. En dan staat Dudzinski daar helemaal alleen, want Cameron McGriff die kreeg daar een lichte push of een lichte duw. Ingang naar beneden. En ondertussen Dave Dudzinski, vintage. Maar afgewerkt. Wou daar ook nog de fout. 3 man up, steal. Opnieuw de steal. Er is ook heel weinig beweging als die bal inside gaat bij elkaar. Ja, ze blijven allemaal staan. Ze moeten dan moeten ze cutten of naar een open spot komen. Maar ze blijven gewoon staan. En dan heb je natuurlijk slechte passen. En een Antwerp qui va tenter de mettre son jeu avec Dudzinski qui était isolé à l'intérieur contre Tim Lambrecht. Et c'est 2 points. Allez, 2 premiers points de Dudzinski. Et Goleman qui effectue le même mouvement, mais c'est encore trop court malheureusement. Oui, trop court, il s'écarte beaucoup de l'anneau. Giants voor hun grootste voorsprong van de wedstrijd gaan. 2 is voorlopig de max. Blijenberg vindt Dudzinski, corner 3. Die zit, 5 punten de voorsprong. En Swartz die zijn defensieve box-out niet... niet correct uitvoert en die een offensieve rebound laat nemen. En daar profiteert Antwerp nu van om te scoren vanuit de hoek. Met een... En Dudzinski die kan binnenleggen. Bij Kesteloot met een Wema voor hem. Opnieuw
Dudzinski. Met een hoekshot, goed gedaan van Dudzinski. Kesteloot weer outside daar, maar van den Einde legt hem bij Dudzinski. En de bom van Dave, de captain. Ik ging ondernemen, want die shotklok was weg. En dan mag je het nog eens opnieuw doen. Outside naar Dudzinski, tweede bom van de Amerikaan. Jawel! Kleienberg kan Jenkins vrij spelen en dan Dudzinski. 50-6. Dudzinski, ja. Dit is wat. Opnieuw bij Gips. 10 seconden nog op de shotklok. En Jenkins had daar tijd. En dan Dudzinski. Daar is de leiding voor de Giants. Van den Einde tegen Loubry. Dudzinski. Die bal gaat erin hoor. Rijnberg. Dudzinski tegen Furt. Wie vindt Dudzinski? Hij vindt Fafai. Terug naar Dudzinski. En een makkelijke basket. Ja, dat is Mo, goede verdediger Mo. Ja, hand in the face. Maar dan weer die aanvallende rebound. Dudzinski mocht het nog eens proberen en de tweede keer was wel goed. Ja, dat is goed en dan Donker weet er geen raad mee. Dudzinski. Dat is gevaarlijk, dat is gevaarlijk. Als je die bal in de handen van zo'n clutch speler. En het levert ook het balverlies op. Zelf nu Donker die het kan afmaken. Tip in door Dudzinski. Nadat die bal van Donker uit de ring kwam. En opnieuw Blijenberg. Even veinzen dat shot. Kesteloot. Dudzinski. Dudzinski. Ja, netjes binnen. Dave Dudzinski. Bereikt de... dat er wat moet gebeuren. Donker is de man met de loopactie. Doorspelen tot bij Dudzinski. Ruimte creëren voor het shot. Dudzinski. 9 en 5. It's quite a difference. 5 from 5 as opposed to 1 from 4. Branch drives in, gets it away. 3 pointer drop there. Opens up, they know they need 3 pointers and they get one. Chance for 3, drains it. Giants Antwerp up on the... Jenkins to Smith. Shot from the corner. Dudzinski is good for 3. Another 3 for Antwerp. And it's down to 1. 9-point swing. Antwerp is spawned. Dave Dudzinski. Lead 43-42. Great start to the second half from the Cavaliers. Dudzinski, Jenkins on the ball. Smith.
Dinsko, thanks to Dzinski. Another basket for him. So Dzinski. To Dzinski. Ja. Aannemen, draaien en... Val Kesteloot kan je nog eens herhalen aan de andere kant. Zodzinski pikt op, legt binnen. Geen Ivo tevreden bij Charleroi. Zodzinski even gaan hangen aan de ring. Smit opnieuw diezelfde twee. Pleijenberg, Smit terug naar de buitenkant. Dudzinski score. Dave Dudzinski. Molly throws it away. Branch in the right place to pick that off. Nice little dump pass to Dudzinski. And I thought for a second he might have overcooked that, but it does bounce in off the ring. And ball by Selina Giants Antwerp. At last, something to cheer about if there were a crowd here. There's the steal from Marcus Knight. Marcus Knight, 31-year-old American. And the score, 23. That's good defense from D-Bost. Dzinski, the main man at the moment for Antwerp. That's his eighth point. Expects the screen, doesn't come. That is a very ambitious pass. And somehow, Antwerp get a score out of it. That's a good hustle from them. Second differential between game and shot clock. Smith from distance. That's a good little steal by Jaleel O'Brien. Oh, sorry. Dzinski from the corner to make sure. And oh, sends it to Kesselot, who can't put it home. Dzinski puts it up and it's down, good as well, with the whistle on the play. Excellent from Dzinski, picking up the pieces around the basket.
Here is Smith. Almost stolen away on the gamble there, Tyson Perrott. And that allowed Dudzinski the time. Smith working hard to get the ball. And a good pass inside. And maybe a second opportunity for Dudzinski. Well, at first you'd have thought, can't believe I missed that, come up with it. Branch driving hard in transition. Dudzinski again, right man in the right place at the right time. Smith. Shot clock down to 5. That's a tough shot on the step back, but wow, knocked it down. Tough one there from to the game for the first time. Donker giving it down to Dudzinski, trying to work his way into the paint. They made that a little bit more difficult, but he's got the hot hand from the first quarter. He's got 12 now. Dudzinski. Lemberg. Nice pass inside. It was a really beautiful pass. Dudzinski still had some work to do, but главное, чтобы это исходило от железнодорожников. Ну да, то есть мы сами еще не знаем, да, что это будет за баскетбол, потому что команда преобразилась там практически наполовину по своему составу и сильно преобразилась. Кольцо соперника у нас Кроуфорд. Очень важное попадание. Держимся, не попадаем в штрафные с тем процентом, с каким хотелось бы, но довольно легко пропускаем ответ. Но это лидер, это капитан. Секунду, Уилл Каммингс. Он уже демонстрировал не раз, и вот мне кажется, что у него нога проскользнулась, слегка прихрамывая вернулся, но вроде разбегался. Дудзинский у нас продолжает набирать очки. Стараемся чуть быстрее создать какой-то бросок. Когда соперник попал, он уже автоматически под своим кольцом оказывается, пока мы вносим мяч. И классно, дадим должное. Капитан Дудзинский очень достойно используется. Ой, немножко грубый вывод, но можно сказать, как только мы стали забивать штрафные под 100%, у нас игра абсолютно